SV-Urk-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek, Cliff 18 en No Milk Today. Onder ideale omstandigheden komen SV Urk op zaterdag 13 april en DVS 33 uit Ermelo uit de catacomben op de Vormt. En dit onder leiding van scheidsrechter Souwen. En dan daar staat daar in het midden al onze pupil van de week, Dion Hakvoort. Hij gaat richting de verdediging van DVS. Passeert daar nog een extra verdediger en dan gaat hij af op de doelman van DVS. En gaat hij op een hele mooie manier laten zien hoe je een doelpunt kunt maken alleen voor de doelman. En hij scoort 1-0. Maar we beginnen natuurlijk bij de stand 0-0 bij de wedstrijd Urk tegen DVS. En een speciale wedstrijd voor trainer Peter Wesselink. Want voordat hij naar Urk kwam was hij ruim 2 jaar trainer bij DVS in Ermelo. En natuurlijk wil je altijd heel graag winnen van een ploeg waar je ooit trainer bent geweest. En hij ook vandaag. En dan was het SV Urk dat in de eerste 15 minuten druk zette op die aanverdediging van DVS. En DVS had er heel veel moeite mee om onder die druk vandaan te komen. Er was een afstandsschot, maar dat leverde niet meer op dan een hoekschop. En dan is het DVS dat probeert uit te verdedigen. En dat lukt ze met een voorzet richting de andere kant. Aan de buitenkant zit daar... Ja, is het een afstandsschot van DVS, maar dan is het Lucas Tol met een schitterende paas richting Lucas Graal. En Lucas Graal alleen op de doelman van DVS af. En hij zet Urk al na ruim in de beginfase op een 1-0 voorsprong. En dat geeft natuurlijk heel veel vertrouwen datgene wat we in deze wedstrijd te wachten staan. Na 9 minuten staat Urk al voor met 1-0. Maar dan komen we in de hoekschop van DVS en nu wordt die bal teruggelegd en er komt een afstandsschot in 1 keer. Dat was in de 16e minuut en dan komt DVS via Adriaan Kruisteen op een 1-1 stand. En dat is toch een beetje een domper voor Urk. Want uit een dood spelmoment, een spelervatting, is het dan uiteindelijk toch die 1-1. Terwijl Urk de betere ploeg was. En dan 2 minuten later opnieuw een aanval van DVS richting die achterlijn. Is het Ieder den Dulk die daar een hoekschop weggeeft. En we weten allemaal dat DVS gevaarlijk is. Een korte hoekschop met daar uiteindelijk een voorzet van die rechterkant. En wie staat daar? Jawel hoor. Daar staat de Nicky van Hulten. En hij is degene die DVS op een 1-2 voorsprong zet. En dat al 2 minuten na die 1-1. En dan staat DVS op een 1-2. En dat is de teleurstelling van trainer Peter Wesselink die graag anders had gezien. Weer een aanval over de rechterkant. Romeon doet plaag in deze middag voor de verdediging van SV Urk. En passeert daar één. Passeert daar ook Benny Dunning. Althans probeert hij. En dan is het Benny Dunning die bal over de zijlijn speelt. En hij heeft een blessure. En kan de wedstrijd niet verder spelen. En zijn vervanger wordt Klaas Kramer in het hart van de defensie. En de aanvoerdersband gaat naar Rikert-Jan Brands. Die lang, heel langdurig blessure leed. Uiteindelijk weer in de basis stond. Zijn eerste basisplaats naar die lange blessureplaats. En hij verdient dan in ieder geval op zijn vertrouwde buiten linksbackpositie een basispositie. En dan is het Lucas Tol die de bal teruglegt op Janno van Essen, maar zijn schot wordt geblokt en ten koste van een inworp die verder geen gevaar meer oplevert, is het DVS dat redding brengt. Dan komt de voorzet van de rechterkant, de inzet. Nog een keer van die rechterkant. En dan komt een afstandsschot waarbij Richard Strijker op een schitterende manier die bal uit het doel weet te houden. En zo mee voorkomt hij een grotere achterstand voor SV Urk. En blijft het 2-1 in het voordeel van DVS. Dan weer een aanval over de rechterkant. En dan gaat diezelfde nummer 11 en dat is Benjamin Romeon. De plaag zei ik al voor de verdediging van SV Urk. En wijkt helemaal uit naar die buitenkant en ziet dan Van Nulten ook weer in de 16 meter lijn komen. En er is het uiteindelijk een appel voor een hensbal. Maar dat wordt niet gegeven. En dan weer die aanval over de rechterkant. Met uiteindelijk een voorzet. Want dat is DVS zoekt iedere keer die hoge voorzetten van de buitenkant. Het terugkoppen. En daar is Van Nulten die opnieuw 2 keer wist te scoren vandaag. En brengt daarmee de stand op 1-3. En dat tot teleurstelling van alles en iedereen. Wat Urk zo goed zag beginnen aan de wedstrijd. Maar na
37 minuten is het 1 tegen 3. Dan gaan we richting de rust met nog een mogelijkheid voor Lucas Graal. Maar zijn schotje dat rolt in de handen van doelman Dien Bredewold. En verder geen gevaar. En dus is het Stef Nijland vlak voor rust. Die alleen op doelman Strijker af kan gaan. En is het Strijker die zijn doel heel klein maakt. En is het Stef Nijland, de man met veel betaalde voetbalervaring bij FC Groningen en PSV. Die deze kans niet weet te benutten. En na deze grote kans voor Stef Nijland gaan we rusten met de stand 1 tegen 3. Dus in het voordeel van DVS 33. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties. Totec Installatietechniek. Cliff 18. En No Milk Today. Dan beginnen twee ongewijzigde ploegen aan de tweede helft met die ruststand van 1 tegen 3. Dus teleurstellend voor SV Urk en DVS dat verder compact bleef spelen en het iedere keer moeilijk maakte voor SV Urk om door die compacte verdediging heen te spelen. Nu aan de buitenkant is het Ieder Neentjes die de 16 meterlijn in gaat en dan een schitterend schot. Maar dan is het doelman Bredewold die er in de korte hoek weet te redden ten koste van een hoekschop in het begin van die tweede helft. En dan een diepe paas op Romeon. Romeon die ziet dat Strijker ver uit zijn doel is gekomen en probeert dan over Strijker heen te spelen. Maar die bal komt niet in het doel, maar de buitenkant van de paal. En zo voorkomt dat in ieder geval erger voor SV Urk en blijft het 1 tegen 3. Lucas Graal met een uitbraak aan de rechterkant speelt die bal richting Nentjes. Nentjes die daar eerst een keer afkapt en dan die bal bij de tweede paal richting Jarno van Essen legt. Maar Jarno van Essen is net iets achter te ver voor de bal en die voorzet was iets te scherp om gevaarlijk te worden. Weer een paas door het hart van de verdediging. En dan is het weer die Romeon alleen voor Strijker. En Strijker die weet precies en op het juiste moment zijn doel te verkleinen. En voorkomt daarmee wederom erger voor SV Urk. En blijft de stand gewoon 1 tegen 3. Want die Romeon dat was toch iedere keer wel een plage. Of aan de linkerkant. Of hij wisselde met Stef Nijland van Vleugel. En dan kwam hij aan de andere kant uit. Maar iedere keer was hij toch een gevaar voor Urk. Het van de rechterkant hoor, Ieder Neentjes. Wordt uitverdedigd met het hoofd en dan gaat hij richting 16 meter lijn. En dan staat Riekelt-Jan Brands die met een prachtig schot, maar net 2 metertjes te hoog om gevaarlijk te worden. En zo laat hij zien dat hij weer helemaal terug is naar zijn langdurige blessure. En dan gaan we richting het slot van de wedstrijd. Een teleurstellende 1-3 nederlaag voor SV Urk levert het op. En gaan we luisteren naar de analyse van de beide trainers. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek, Cliff 18 en No Milk Today. Hallo John, jullie blijven maar winnen. Wat een ontlading in die kleedkamer. Ja, die was zeker enorm. Kijk, wij komen van heel ver. We hebben 6 punten achter gestaan op een veilige positie. Op dit moment is voor het eerst dat we weer boven de streep staan. Dus die jongens die hebben daar keihard voor gewerkt om zo ver te komen. En dat was natuurlijk mede met de overwinning van vandaag, was dat de ontlading die er was. Want sinds dat jij aangetreden bent als trainer, want in februari heb jij het overgenomen van de toenzittende trainer. En ja, eigenlijk alleen maar gewonnen op 2 wedstrijden na. Ja, dat wil zeggen, hier staat een hele succesvolle trainer en vandaar ook die op dit moment veilige plaats. Ja, dat klopt. Kijk, sinds we het over hebben genomen, hebben we gedacht van wij moeten wat gaan creëren om tot overwinningen te komen. Wij stonden op een positie dat we alleen maar baat hadden bij overwinningen. Dus wij zijn echt met de ploeg aan de gang gegaan om dingen te gaan creëren. Dus niet meer met de handrem erop spelen, maar vol voor overwinningen te spelen. En dan beginnen jullie de eerste helft, waarvan de eerste 10 minuten. Ja, toen dacht iedereen van, dit wordt misschien wel een vrij eenvoudige overwinning voor Urk. Want de eerste 10 minuten was Urk duidelijk de bovenliggende partij. Oh, ik denk zelfs nog wel iets langer. Kijk,
wij dachten van op de bank op dat moment, wij moeten eerst die organisatie voor elkaar zien te krijgen. Wij kregen er geen druk op Urk. Die speelden steeds de vrije mensen aan. We waren vooral druk met verdedigende organisatie voor elkaar krijgen. En daarnaast waren we door de druk die Urk ontwikkelde, waren we ook niet balvast. Kijk, en als je heel balvast bent en steeds in balbezit bent, dan voorkom je ook natuurlijk dat je moet verdedigen. En dat waren we ook niet. Dus we hadden twee problemen. Dat we de organisatie verdedigend niet voor elkaar kregen en die balvast waren. En wij komen eigenlijk, wij zaten nog helemaal niet in de wedstrijd. En door twee standaard situaties zitten we in één keer volop in die wedstrijd. En toen ging het ook wat makkelijker lopen. Want toen waren jullie die de druk zetten en waar Urk eigenlijk niet echt onderuit kon komen. Als je nou kijkt naar de hele wedstrijd, waarvan zeg je van, dit geeft mij eigenlijk wel het vertrouwen dat wij bij die onderste vier plaatsen vandaan blijven? Nou, dat heeft natuurlijk niet met alleen vandaag te maken, maar met hoe we als groep met elkaar aan het werk zijn al wekenlang. En dat is dan hier een resultaat van. Wij hebben vandaag, vind ik, aan de bal eigenlijk niet ons niveau gehaald dat wij zouden kunnen behalen. Wat me dan het vertrouwen geeft, is dat we heel stabiel in het verdedigen zijn geweest. Dus dat we ook niet of nauwelijks een mogelijkheid hebben weggegeven. Dat klopt. Ik zou zeggen, John, heel veel succes in het vervolg en klassenboodschap. En dan tot volgend jaar hier weer op de Vormt. Dankjewel. Ja, Peter, jij wil natuurlijk altijd graag winnen, maar zeker van DVS, waar je ruim 2 jaar trainer bent geweest. En winnen van een ploeg waar je altijd trainer bent geweest, geeft dan wat extra cachet. Dat leek die eerste kwartier, 10 minuten zei ik, maar het eerste kwartier, leek dat er ook heel goed op. Ja, zeker. 1-0. Vanuit het moment wat we graag zouden willen. Daar wou we ook DVS pijn doen. Vanuit de omschakeling, ballen veroveren. Lekker. En dan, wat ging er daarna wat minder? Niet meer goed. Want die twee dode spelmomenten. 2 corners in de, 17e en 19e minuut. En dan sta je ineens met 1-2 achter. Nou ja, je zegt het goed. Uiteindelijk zijn het gewoon 2 standaard situaties. Daar ligt ons, voor de winststop hebben we daar geloof ik 28% van de goals van tegen gehad. Die we hebben hoge voorzetten van buiten de 16 meter. En dat heeft vandaag weer gespeeld. Hè. Dus 2 standaard situaties hoog erin. En de derde goal, die vroege voorzet, ook hoog erin. En dan sta je met 3-1 achter. Hey, maar dat doet niks af aan. We zijn niet niks anders gaan doen. Ik vond dat onze organisatie, op het moment dat zij de opbouw hadden, redelijk voor elkaar hadden. Zij waren niet in staat, hè. De trainer zegt ook, ze waren niet in staat om het voetbal aan de bal, het niveau te halen wat ze normaal gesproken kunnen. Nou, dat ligt ook altijd aan de tegenstander. Dat hadden we goed georganiseerd, want ik lees ook alweer overal teleurstelling en we hebben het niet verdiend, Urk zat vandaag niet mee. Nou ja, uiteindelijk die 3 goals geven we makkelijk weg. Maar uiteindelijk hebben we goed georganiseerd tegen gewoon een goede ploeg. Die kunnen gewoon goed voetballen. Wij hebben daarentegen ook de eerste helft 2-3 goede kansen gehad. Ik kan me een schot herinneren van Lucas Nagel in de 16 meter op zijn linkervoet. Vrije schietkans. Ik kan een moment herinneren dat Lucas Tol op de achterlijn komt. Teruglegt op 6, 7 meter Janno. Lucas Schaal, Ieder Nentjes nog een keer om buiten hem. Of Johannes Schrijver nog een keer buiten hem. Goede mogelijkheid. Maar alleen dat zijn we dan alweer snel vergeten, omdat je met 3-1 verliest. Maar ik vind zeker niet dat we een slechte wedstrijd hebben gespeeld. Want zo is het natuurlijk niet. Dat aan de bal komen en met name die hele druk die uiteindelijk DVS ging zetten. Daar hadden jullie toch wel wat moeite mee op bepaalde momenten. Nou, ik hoorde je net ook zeggen. Ja, zij hebben geen druk gezet. Het is niet zo, als Strijker de bal heeft, staan ze hoog. Maar voor de rest hebben zij geen druk gezet. Dus waar je dat gezien hebt, ik heb het niet gezien. Maar veel mensen om de balbezittende speler, dat wil ik er zeggen. Ja, nou, misschien druk, maar zij zijn ook gewoon gaan inzakken, klein gemaakt. Wij kregen de opbouw, alleen wij waren ook niet echt in staat om vanuit die opbouw het balbezit wat we hadden, om daar heel veel kansen uit te creëren. Maar het is niet zo dat DVS ons nou onder druk heeft gezet. Dat heb ik niet gezien. En ga de wedstrijd maar nakijken, dat was ook helemaal niet het geval. Als je dan kijkt naar volgende week tegen Eemdijk, ook een cruciale wedstrijd. Ja, alle wedstrijden zijn natuurlijk cruciaal, de komende 5 nog. Wat zeg je van, dat gaan wij toch anders doen? Of zeg je van, als we dit blijven doen, dan heb ik er alle vertrouwen in? Nou, allereerst tweede helft. Het is natuurlijk wel zo, die tweede helft heeft ons niet zo heel veel gebracht. We hebben gezegd van, nou, we doen het eerst.
wat we de eerste helft deden, doen we ook de tweede helft. En gaandeweg gaan we wel wat aanvallend wisselen. Ja, dat heeft ons ook niet heel veel gebracht. Daar zag je ook niet echt de overtuiging, containerbegrip. Maar daar heb ik geen Urk gezien dat denkt van, we gaan hier nog wat uitslepen. We hebben nog wel wat kansjes weten te creëren. Zij ook, vanuit de omschakeling. Maar te weinig om die wedstrijd echt naar ons toe te trekken. En voor de rest, gewoon doen wat we doen. Dit doen we eigenlijk al het hele seizoen. En met name na de winterstop doen we hartstikke goed. We staan waar we staan. Net zo ook de Stentel vroeger ook, heb je de stand al gezien? Nou, helemaal niet belangrijk voor mij. Het gaat erom, eerst komende wedstrijd, moet het gewoon weer goed doen. En dat is Eemdijk. En dan gaan we gewoon weer volle bak proberen om daar goed voetbal te spelen. En uiteindelijk resultaten halen. Heel veel succes in die wedstrijd tegen Eemdijk. En over 3 weken zien we iedereen hier weer heel graag terug in de thuiswedstrijd tegen IJsselmeervogels. Peter, dankjewel.